We hebben allemaal wel kleding in de kast hangen die we niet meer dragen, omdat ze te groot of te klein zijn geworden. Of simpelweg uit de mode zijn geraakt. Je kan die dan brengen in een kledingcontainer of bij de kledingbank. Maar die is nu even dicht, dus je kan ook hier bij de Adam Brand Store terecht. In samenwerking met de kledingbank staat hier in de winkel een container waar je de kleding die je niet meer draagt alsnog een tweede kans kan geven. Zo. En als ik dan zelf bij de bushalte sta in mijn bondjas en ik zie daar een oude man voorbij lopen met alleen een t-shirtje aan en een paar plastic tasjes. Ja, dan ben ik daar wel door geraakt. Want ik denk, nou, dat moet anders kunnen. Zelfs als we allemaal vinden dat er niks meer kan. Nee, dus dan... Hashtag kan nog wel. Dus dan word je creatief? Dan word je creatief. Ja. Dus ik heb contact gezocht met de kledingbank. Nou kwam dat mooi uit, want die is nu eventjes gesloten voor in te leveren. Okay. Ik heb contact gemaakt met de stichting Licht voor Dort. Die hebben toevallig in aanloop naar de voorstelling van Scrooge... hebben ze een inzamelingsactie voor kinderkleding. Dus dat sluit gewoon zo mooi op, allemaal op elkaar aan. Dat ik dacht, ja, dan moet het zo zijn. Yeah. En, maar waarom dan specifiek herenkleding? Wij verkopen alleen maar herenkleding. Dus zo was natuurlijk 1 en 1 is 2. Ja. En het is ook zo, de dames onder ons hebben natuurlijk gewoon echt veel meer te doneren dan de mannen. Yeah. En ik heb in de kledingbank... Bij mij in de woonplaats heb ik ook gezien, er is gewoon zo'n tekort aan herenkleding. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk helemaal niet reëel is. Er is niet dat er meer vrouwen kleding nodig hebben dan mannen. Nee. Dus vandaar, en omdat wij natuurlijk zelf herenkleding hebben, is het natuurlijk voor klanten die hier naartoe komen, is het natuurlijk gewoon heel simpel. Weet je koopt hier een nieuwe broek, waarom hou je hem niet gelijk aan? Doneer je oude broek gelijk eventjes voor de kledingbank. Ja. De kledingbank is alleen dicht voor het brengen van kleding, maar alles wat wordt ingeleverd bij de kledingwinkel aan het Begijnhof komt uiteindelijk wel bij de kledingbank terecht. De container staat er nog tot en met 15 januari 2021.